FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Zwarthoed Kiri, Tegels en Sanitair. Franco Antonucci, maandag de wedstrijd tegen Excelsior. Hoe is het met de vorm van Franco Antonucci? Ja, goed. Ik word fitter, meer fit dan in het begin van het seizoen. Dus ja, het gaat wel goed. Vind je dat het dit seizoen beter of minder goed gaat dan vorig seizoen? Nee, ik denk dat het gaat. Het begon niet zo zoals we willen. Maar ik denk dat we nu goed doen. Gewoon, we moeten, ja, tuurlijk moeten we altijd beter doen. Maar ik denk dat we. Gewoon, vorige seizoen was vorig seizoen en dit seizoen is dit seizoen. Dus volgens mij zijn we veel beter dan vorig seizoen. Dus ja, het gaat beter voor mij. Oké, welke dingen kunnen er nou nog beter in het spel van FC Volendam? Ja, ik denk dat we moeten meer rustig aan de bal zijn. Als we kans hebben, dan moeten we scoren zoals de drie wedstrijden. Dat we hadden 5 en 7 goal gescoord. Tegen de Graafschap ook, tegen Jong AZ. Dus we moeten zo doorgaan. En ja, en wat ik zei, gewoon meer rustig aan de bal en niet te snel willen spelen. En je eigen spel, wat kan daar nog beter in? Ja, wat ik kan beter is gewoon veel zonder bal. Meer doen, meer lopen. Meer in de duel ook komen. En ook sowieso wil ik ook beter worden met de bal, met alles. Maar mijn eerste doel is dit jaar om echt beter te worden, echt zonder bal. Nou, maandag de wedstrijd uit tegen Excelsior. Wat weet je van Excelsior? Ja, ik weet dat we vorig jaar daar hebben gewonnen. Maar ik had niet gespeeld, dus ik weet echt niet zoveel. Maar ik weet dat van de spelers dat ze zijn niet ook een topploeg en dat we hebben veel kans om daar te winnen. Hoe kunnen jullie daar winnen? Wat moeten jullie doen om ze te verslaan? Gewoon onze principe spelen. Gewoon spelen zoals we spelen altijd. Gewoon veel balbezit. Veel in de ruimte komen. Veel kansen creëren. En dan gaan we sowieso winnen. Ben je zelf fit? Ja, echt fit. Topfit. Je speelt maandag? Ja, ik ga maandag spelen.